Maar ik voel mij in deze discussie als, als nieuwsconsument... A, vind ik dat ik gebukt ga onder ongelooflijke overdozen informatie. Ik weet het af en toe niet meer en dan gooi ik weer websites gooi ik, gooi ik weg. Maar dat maakt mij als nieuwsconsument ook zeer afhankelijk... Eh, A, van de feitelijke weergave van, van, van de journalistiek... maar ook, en dat vind ik even belangrijk... van de interpretatie door journalisten... wiens opvatting ik op prijs stel, mm -hmm. van, de, van dat nieuws. Uh, het is, een, het is een klassiek verhaal, uiteraard. De scheiding van feiten. Maar ik, ik, ik hecht ook aan de interpretatie. Uh, van, van, van journalisten. die daarvoor hebben doorgeleerd. om het maar even zo te zeggen, als, als consument. Ja, blijft ons media altijd waken voor propaganda? De Media rond Reporters van Frontières. lanceerde dus de zogenoemde Propaganda Monitor. Een interactieve website. waar actuele propagandatechnieken worden blootgelegd. Om te beginnen met Rusland. Vreek, jij hebt deze monitor bekeken. Vertel even, wat, wat zien we eigenlijk als we daar naartoe gaan? Nou, het is een organisatie, uh, zeg maar, reporters zonder grenzen. En het is een organisatie die, uh, die zich opstelt als een soort uh, waakhond. Uh, en uh, RSF probeert mensen uit te leggen van hoe werken nou de systemen achter uh, als je, als je uh, achter het gordijn kijkt. Mm -hmm. uh, en dan beginnen ze nu met uh, RT. De, uh, een uh, uh, Russische zender, maar die inmiddels in, in heel veel landen over de hele wereld zit. En ze leggen uit hoe werkt dat uh, hoe werkt dat RT dan? Uh, uh, Waar zitten waarin zijn ze de spreekbuis van Poetin? Uh, hoe zijn de systemen? Hoe lopen geldstromen? En dat soort dingen worden uitgelegd uh, ja. uh, door RSF. Het is een website waar je Zeker. naartoe kunt gaan. En dan zie je dus allerlei verhalen over deze Russische zender ja. en hoe zij te werk gaan. Ja, dus het is echt bedoeld voor mensen uh, die, die zeggen: ik vind het interessant om eens meer te weten hoe werkt dat nou achter de, uh, de, uh, de gordijnen in mm -hmm. de coulissen? Uh, uh, hoe lopen geldstromen? Wie beïnvloedt wie, uh, nou, er zit ook een grote irritatiefactor over en weer, moet ik wel zeggen. Want ik las bijvoorbeeld: ze, ze hebben een statement meegenomen van RT op de Balkan. Uh, er is ook een, er is een subdivisie die heet RT Balkan. En, en, en reporters van Frontier had gevraagd: van uh, waarom zijn jullie eigenlijk opgericht? En het officiële antwoord was: RT Balkan is opgericht alleen maar. Om uh, uh, reporters van Frontier te irriteren. Uh, ja. Met andere woorden, er zit heel veel haat en nijd onderling. Mm -hmm. uh, maar toch heel interessant om eens, uh, eens te bekijken hoe het werkt. Ja, want ANP heeft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Heel veel media halen Zeker. hun nieuws bij jullie vandaan. Zeker. Uh, hoe doen jullie dat met, met desinformatie en uitzoeken? Want het, die verantwoordelijkheid heb je natuurlijk ook. Van alles wat jullie brengen moet wel kloppen. Ja, zeker. Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld heel specifiek kijkt naar RT, uh, dan uh, 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 is dat sowieso vrij ongeloofwaardig. Dus daar, uh, die feiten kunnen wij absoluut niet verifiëren. dat is en we... nooit een bron voor jullie. Uh, dat is geen bron voor ons. Uh, soms is er, gebeurt er wel eens iets heel interessants en dan zeggen we: kijk eens wat RT nu doet. Maar dan geven we natuurlijk duidelijk aan van luister, uh, je moet RT zien als een spreekbuis van de Russische overheid. Mm -hmm. Maar als we die feiten niet niet kunnen verifiëren, als we dat niet kunnen checken... Ja, dan brengen wij dat niet alsof dat de waarheid zou zijn. Nee. Want dat is gewoon niet zo. Nee. Heb je nog dingen geleerd trouwens bij het bekijken van deze website? Nou, ik vond dus zelf die, die onderlinge haat en nijd altijd wel... Ja. Uh, vind ik wel interessant als journalist om eens te kijken... hoe, uh, hoe, andere, uh, uh, hoe andere journalisten uh, daarmee omgaan. En ik, ik denk dat het gewoon heel interessant is om, om RT beter te bekijken... omdat ze echt in heel veel verschillende landen zitten... Mm -hmm. tot aan Zuid-Amerika aan toe. Ja. En, en ze zijn dat Russische geluid aan het, uh, aan het verkondigen. Dus uh, wat dat betreft... Echt, uh, smullen. Wart, zeker met die grote conflicten over de wereld hè, blijven propagandamachines draaien. Moeten journalisten waakzamer zijn dan ooit en burgers daarmee ook? Ik weet niet of ze waakzamer moeten zijn dan ooit. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is geweest om waakzaam te zijn. Um, wat ik leuk vind aan zo'n initiatief uh, en wat volgens mij nuttig is, is dat het. Een stap zet in het uh, transparanter maken van hoe die dingen werken. Um, ik vond het ook heel leuk toen we in Nederland de snijtafel kregen uh, waar programma's werden geanalyseerd of nieuwscheckers van mm -hmm. de universiteit leiden die uh, de hele tijd dan heel consistent op Twitter aangeven, dit filmpje is niet echt dat komt uit 2021 en dat wordt nu ingezet alsof het bij deze aanval wordt gebruikt en zo. Dat zijn dingen die mij als journalist helpen om. Uh, te koersen. Uh, ik heb ook wel eens nagedacht. Weet je, nog. Toen wij allebei bij NRC werkten, van Kunnen we niet die uh, bij uh, breaking news. Dan begin je vaak een live blog. En dan is het heel onduidelijk. Dan begint er echt een desinformatie. Vaar, uh, explosie, zou maar zeggen. Uh, hoe kun je nou uh, meegeven aan de luisteraar... van dit is wat er nu binnenkomt. Mm -hmm. Maar dat heeft voor deze status, namelijk totaal onduidelijk. Oh, en, ja. en dat je het dan langzaam. En wie meldt kunt wie of juist ja. kunt verifiëren. En, en dat, dat je mensen ook meeneemt in dat proces. Ik denk dat het gewoon interessant is om te mm -hmm. zien hoe het werkt. En die machinatie, hoe beter je dat structureert en transparant maakt, hoe meer je daar ook als, ja, als argeloze mediaconsument van leert en nou iets aan hebt. Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is wat je net als laatste zegt, namelijk dat je ook vertelt als journalist en als mediaorganisatie wat we weten. Of maar vooral dus ook wat we niet weten. Er is mm -hmm. gewoon heel veel wat we... bijvoorbeeld neem vanochtend de, de grondinvasie in Libanon. We weten echt heel veel niet. Ja. Laten we dat ook benoemen. Ja. Uh, we moeten niet de, uh, uh, aan, aan het publiek vertellen dat we alles weten... Uh, en daarna het publiek met vragen mm -hmm. achterlaten. Want dat, is natuurlijk een, een, ja. een, dat draagt ja. niet bij in het vertrouwen in de journalistiek. Nou, dus we hadden dus het natuurlijk ook zijn. over met, met Ines Palak... hoe moeilijk het is als journalist... om op zo'n moment ook op de grond aan informatie ja. te komen. Dus je moet het hebben weer van andere organisaties. Dat zien we ook in, de, in Gaza bijvoorbeeld... Waar waar Hamas natuurlijk persberichten uitbrengt... en die journalisten dan hier natuurlijk ook... ja, overschrijven bijna zou je kunnen zeggen. Moet je er altijd bij zeggen natuurlijk. Dit is van Hamas, dit kunnen we niet verifiëren. Ja. Ja, uh, uh, zodra jij zegt overschrijven, wil ik wel even zeggen... Dat, dat, het, dat ook journalistiek echt een vak is waar mensen heel serieus uh, hun best mm -hmm. doen... Uh, om, uh, om de waarheid uh, weer te geven. Mm -hmm. maar, soms heb ja, maar ik bedoel je... daarmee dat die informatie wel ja. wordt overgenomen... dat je erbij dus moet duiden Zeker. waar ja. dat vandaan komt. Ja. En, en zodat mensen dat kunnen wegen. Kijk, de rol van journalistiek is mensen feiten geven... zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor hun eigen leven. Uh, we verspreiden die feiten. En de interpretatie daarvan, uh, die, die moeten mensen zelf uh, kunnen geven. Ja. Ja. Want Jan de Hoop Scheffer, um, Russische propaganda... in dit geval gaat het dan daarover bij, uh, bij RSF. Dat, dat is ook een wapen, toch? Absoluut. Uh, kijk maar eens even weer naar de Amerikaanse verkiezingen... en wat daar op dit moment uh, gebeurt. Wat we, dan, wat we dan weten dat er in dit, in dit opzicht gebeurt. En, en veel weten we uiteraard niet. Maar ik voel mij in deze discussie als, als nieuwsconsument... A, ah, vind ik dat ik gebukt ga onder ongelooflijke overdozen informatie... Ik weet dit af en toe niet meer en dan gooi ik weer websites gooi ik, gooi ik weg. Maar dat maakt mij als nieuwsconsument ook zeer afhankelijk, uh, a van de feitelijke weergave van, van, van de journalistiek, maar ook, en dat vind ik even belangrijk, van de interpretatie door journalisten, wiens opvatting ik op prijs stel, mm -hmm. van, de, van dat nieuws. Uh, het is, een, het is een klassiek verhaal, uiteraard, de scheiding van feiten. Maar ik, ik, ik hecht ook aan de interpretatie uh, van, van, van journalisten die daarvoor hebben doorgeleerd, om het maar even zo te zeggen, als, wie, als consument. Wie, wie moeten we uh, met name volgen de komende weken uh, als het gaat om Libanon? Wat u betreft. Nou ja, ik, 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 ik lees ongeveer alle Nederlandse kranten en, en, en een aantal buitenlandse kranten, dus ik ben niet representatief uh, wat, wat, wat dat betreft. Uh, maar hij wil gewoon namen horen. Ja, nee, ja. <laughs> dat, 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 vind, dat, is, dat is te makkelijk. die duiding is vaak een individu uh, die daar echt een interessante zeker, duiding Zeker. En ik van. weet dat in de NRC anders wordt geduid dan in de Volkskrant. Ja, ja, uh, ik ga als basis uit van een, een, een ANP-bericht het, het feit... Uh, ik vind met zo'n persoonlijke opvatting dat er te veel columns in kranten staan. Maar dat is, een, dat is weer een hele andere, hele andere discussie. Ja. En dan, dan weet ik dat NRC uh, en, en, en Volkskrant uh, dat op een andere manier zullen interpreteren. Ja. Uh, het Financiële Dagblad doet dat, doet dat op, 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 op hun manier. Uh, ik lees daar de Financial Times naast, oh, ja. de, de, de New York Times naast. Dus je leest ze allemaal best. en weegt dan vervolgens? Ja, mijn echtgenoot zegt, doe je nog wel eens wat anders dan kranten lezen. Maar in ieder geval, je moet net als journalist, je, je moet als je wilt moet je ongelooflijk veel lezen en dan kom je op het punt van: hoe filter ik nou uit dat ik niet verkeerd geïnformeerd word door RT en, en, ja. en, en, en anderen? Ja, als je dan nou vergelijkt met twintig jaar geleden, want propaganda is van alle tijden, is van alle oorlogen. Uh, we hebben natuurlijk wel nieuwe technologie nu, maar het is van alle tijden. Heeft u het idee dat media en mediaconsumenten zich nu meer bewust zijn van die propaganda, de invloed daarvan? Dat, dat, denk, dat denk ik wel. Maar de vergelijking met mijn actief politieke tijd gaat ook niet op. Want er waren toen geen social media. Nee, dat zeg ik dus. De technieken uh, zijn anders, maar de, de propaganda was er natuurlijk. Wel ja, de propaganda was er ook, maar, maar veel minder tastbaar dan nu. Er waren één of twee camera's in de Tweede Kamer. Nu, nu staan er tien. En, ze, en, en concurreren die journalisten oh. uiteraard ook onderling. Yeah. Uh, van van wie, heeft, wie heeft de beste quote. En wie kan daarmee gaan, gaan lopen? Ja. Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar, Freek? Het is dus nu inderdaad anders, want we hebben social media. Denk je dat daardoor mensen zich meer bewust zijn? Of is die taak voor journalisten er nu juist meer om mensen er bewust van te maken? Juist omdat het via zoveel kanalen kan komen? Nou, we moeten in ieder geval uh, nooit over social media vergeten dat, uh, dat het eigenlijk heel duidelijk is: in landen waar social media het meest gebruikt worden voor nieuws, wantrouwen mensen het nieuws het meest. Uh, daarom is er in Nederland een enorm vertrouwen in de journalistiek. Want relatief halen wij weinig nieuws van. Social media uh, vergeleken met mm -hmm. omliggende landen, alleen uh, je raadt het al, alleen de Scandinavische landen en wij <laughs> zitten ongeveer in, de, in hetzelfde groepje. Maar meer gebruik van social media betekent meer wantrouwen van journalistiek uh, en ik denk, uh, uh, wat je al zegt, uh, desinformatie is van alle tijden. Um, alleen het, uh, het wordt nu wel heel duidelijk. En het is ja. ook wel goed dat mensen daar uh, alert op zijn. Maar wij als vaders van uh, kinderen in adolescente leeftijd... moeten toch ook constateren dat dat per leeftijdscohort... wel een bepaalde richting opneigt. Die, uh... <laughs> nou, hebben als, uh, ik denk dat er va ook vaders van alle leeftijden en moeders... trouwens ook uh, zijn geweest die naar hun kinderen keken... en die zeiden, dat wordt nooit wat. Ik heb er wel vertrouwen in. Wil je meer van het Mediaforum zien, klik dan hier voor de andere video's van spraakmakers of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.